Op het visum stier Santje november als inreisdatum en Van der Pal weer er een dag eerder. Hij wie net gereisd hoe zien lot. Je bent gewoon gespannen. Je denkt van hoe komt het? Straks scheren ze me in de holle kaal en krijg ik een apenpak aan en gink. Naar Siberië? Een gevangen. Je weet het net. Je weet net wat je te wachten stiert. Want ze liet me de hele tijd maar wachten. En ze zei niks in me van 12 uur. Dan is het Santje november en dan kerst het misschien wel terug. Ja. Maar dat wie dus net zo. Hij hier de datum zelf invult. Toen de planning oorswaard hier Van der Pal de net ontocht de datum te verorien. En dus stier maar een verkeerde datum bij de douane in Moskou. Ze pakt me direct bij kop en schouders en ik moest in de gemmeren. Heb ik 4 uur zitten. Eerst samen met een Amerikaan. Die hier al 24 uur zitten. Die wie zag ik in de kop, die sloeg me zijn holle. Zien de muur aan, die wie net de harden zo lelijk. Die hij ze letterlijk afvoerd in de boeien. En ik mocht letter in een grotere zaal. En daar heb ik wat aan het ijsberen geweest. Verslagdwaan van de wedstrijden, dat zit er nou net meer in. Een nieuw visum aanvraagje, het wordt een moine. Spietig vindt er. En ik zwem wel even weer voor het eerst internationale rijden, Sjen Bolt. Maar dat het zit er net in. Maar wat vind je nog van een hele gang van zaken? Nou, ik maak je me toch wel wat zorgen. Want de Olympische Spelen worden direct houden, sortie. En als meer mensen dit allemaal aan de lijve ondervinden moeten, dan vrees ik met grote vrezen. Het moet zo en het oors. En zo lang is het. En hij mag bedelten, Jan. Aan de andere kant is het misschien gewoon eigen schuld. Ik zeg je in november invullen moeten, ja. Dat is een beetje dom geweest.